Ja, heeft er allemaal een plaats gevonden? Oké. Ja. Dames en heren, welkom bij de presentatie van het WER-rapport Samenleving en Financiële Sector in Evenwicht. Bijzonder welkom voor minister Dijsselbloem van Financiën. Fijn dat u er bent. We willen veel doen in weinig tijd, dus ik beperk me nu even tot de opzet van deze bijeenkomst. Eerst zal professor Arnoud Boot namens de WER als projectleider het rapport toelichten. Vervolgens zal minister Dijsselbloem het rapport in ontvangst nemen en een eerste reactie geven. En dan volgt een viertal compacte reacties, maximaal 5 minuten per reactie vanuit verschillende samenlevingsperspectieven. En daarna is er gelegenheid tot het stellen van een aantal vragen. De minister en Hans de Boer moeten wat eerder weg. Maar wij blijven in deze... Nee. Ja. Kan gebeuren. Ja, nou, hele goede interventie. Dan weten we dat in ieder geval. Wij blijven in deze zaal beschikbaar tot 4:15 om vragen te beantwoorden. En natuurlijk ook vragen aan Arnoud Boot om nadere toelichting te geven waar gewenst. Daarna bent u allemaal van harte welkom bij de nazit. Arnoud is daar ook beschikbaar voor individuele vragen en interviews. En u krijgt uiteraard ook allemaal het rapport mee. Arnoud, ga je gang. Dames en heren, het is een genoegen u hier al in grote getale te zien bij de presentatie van het WER-rapport Samenleving en Financiële Sector in Beter Evenwicht. Het is een project, als ik even open mag beginnen, wat we een aantal jaren geleden begonnen zijn, anticiperend op toch een blijvende vijandschap bijna tussen financiële sector en samenleving. En de belangrijkste invalshoek van de WER en de belangrijkste bedoeling van de WER is om die padstelling te doorbreken. De economische groei van Nederland is uiteindelijk afhankelijk van een productieve interactie tussen financiële sector en samenleving. Nou, als ik mijn inleiding even gebruik, gewoon om even een aantal punten aan te stippen. Een eerste is, als u naar de financiële sector kijkt, dan is de financiële sector volledig verweven met de samenleving. Dus als je het eigenlijk over de financiële sector hebt, dan heb je het nadrukkelijk, heb je het in wezen ook over de samenleving. Het is geen economisch eiland. En we kunnen het dus ook niet als economisch eiland beschouwen. Wat dat onmiddellijk betekent, als je die verwevenheid realiseert, wat dat onmiddellijk betekent is, dat als je aangrijpingspunten zoekt voor beleid, omdat er natuurlijk het een en ander verkeerd is gegaan. We hebben een financiële crisis gehad een aantal jaren. We hebben al een aantal jaren beleid gehad, wat tracht hier correcties op uit te oefenen. Maar als je de verwevenheid centraal stelt tussen financiële sector en samenleving, dan is het evident dat de aangrijpingspunten voor het beleid niet alleen in de financiële sector liggen, maar juist ook in dat sociaal-economisch beleid. En dat is de primaire invalshoek van de WER. De WER constateert dat juist in het sociaal-economisch beleid wij eigenlijk deuren open hebben gezet die hebben geleid tot de ontwrichting van het financieel systeem. Het heeft ook geleid tot een veel te grote afhankelijkheid tussen reële economie, samenleving en die financiële sector. In ieder geval tot de verkeerde afhankelijkheid. Dus aan de ene kant heeft de samenleving sociaal-economisch beleid mede geleid tot ontwrichting. Aan de andere kant heeft datzelfde beleid die samenleving veel te afhankelijk gemaakt van die financiële sector. Nou, waarom is dat dan überhaupt een probleem? Nou, waarom het überhaupt een probleem is, dat heeft verschillende redenen.
Eén is, de financiële dynamiek is altijd veel wispelturiger dan de dynamiek van de samenleving of de reële economie. Dat ziet u elke dag. Als u naar aandelenkoersen kijkt, dan kunnen die de ene dag omhoog springen 10% en de volgende dag met 5% dalen. Heeft u dat ooit gezien met ons nationaal inkomen? Nooit. Als we ooit negatieve economische groei van 0,5% hebben, dan heeft minister Dijsselbloem de grootste problemen. Want wat is er in hemelsnaam in Nederland misgegaan? 0,5%. Nou, dat is iets wat je in termen van financiële dynamiek op financiële markten elke dag ziet. Dus op het moment dat je de samenleving te afhankelijk maakt van financiële dynamiek, komt de wispelturigheid, de volatiliteit van die financiële sector, direct in de samenleving en de reële economie. En als je dat realiseert, dan realiseer je dat er allerlei mechanismen zijn in die samenleving, waardoor we genoodzaakt zijn daarop te reageren. En als je moet reageren op de korte termijn financiële dynamiek, dan ben je met korte termijn beleid bezig en dan ben je niet meer bezig met het duurzame groeivermogen van de economie. Dus dit is eigenlijk in een nutshell waarom een juiste relatie tussen financiële sector en samenleving van cruciaal belang is. Nou, in termen van beleid, waar moeten we dan aan denken in termen van beleid? Dan heeft de Wetenschappelijke Raad van Regeringsbeleid een drietrapsraket. En die drietrapsraket is 1. Wat zijn die elementen van het sociaal-economisch beleid waar we die afhankelijkheid en die negatieve interactie tussen samenleving en financiële sector door hebben veroorzaakt? En als we die identificeren, dan weten we ook waar we de remedies op moeten loslaten. Die elementen van sociaal-economisch beleid. Nou, de WR is niet naïef in de betekenis dat sociaal-economisch beleid het enige is waar we naar moeten kijken. De volgende vraag is, wat betekent het voor financiële sectorbeleid? Op het moment dat we meer dat samenlevings- en bredere perspectief pakken, wat betekent dat voor het beleid richting financiële sector? En een belangrijke invalshoek die de WR voorop stelt, want ik ga meer dadelijk nog iets zeggen over sociaal-economisch beleid dan over beleid richting financiële sector. Maar even een belangrijk element richting financiële sector. Er zijn een paar elementen die voor u belangrijk zijn. 1. De onrust in het financieel monetair systeem waar we allemaal mee te maken hebben. Ik kan u garanderen dat die de komende 10, 15 jaar naar doorgaat. Die onrust, niet alleen monetair, maar ook, kijk naar de berichten van de afgelopen weken, in termen van hoe moeten banken zich herpositioneren in het licht van informatietechnologie, fintech, etc. De onrust, de herstructureringen, de nieuwe positionering van de financiële sector is een uitdaging voor de komende 10, 15 jaar. En dat brengt relatief grote onrust met zich mee. De vraag is, wat voor type beleid pas je toe op een sector die voor dergelijk grote opgaven staat? En dan zult u zien dat in aanbevelingen richting financiële sector wij nadrukkelijk vooropstellen dat het louter dichttimmeren van de financiële sector ons niet veel verder gaat brengen. Dat kan niet het beleid zijn. Uiteraard is allerlei beleid nodig om ontsporingen te voorkomen, maar het is cruciaal dat die financiële sector, gegeven alle onzekerheden, een nieuwe toekomst voor zichzelf kan uitvinden. En dat vraagt ook om speelruimte. En in dat kader komen wij met een aantal aanbevelingen die trachten die financiële sector meer speelruimte te geven, maar tegelijkertijd de maatschappij toch een bepaald gerust gevoel te geven over het niet weer ontsporen van die sector. Een derde richting van beleid is richting politiek. Nou, is dat een hele gevaarlijke? De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is het adviesorgaan voor de regering. Dus in zoverre wordt van ons verwacht dat wij ook iets over politiek zeggen. Maar het blijft een gevaarlijk type aanbeveling of gevaarlijk type onderwerp. Want we realiseren ons allemaal het spanningsveld waarin politici zich begeven. De social media, de informatietechnologie die bedreigend is voor banken, is evenzeer bedreigend voor politici. En voor het bindend vermogen van de samenleving, et cetera. Dus wat zien wij? We zien politici ook nadrukkelijk gedwongen om op korte termijn te reageren op iets wat dezelfde ochtend in de krant staat. Dus de wispelturigheid van de politiek en de behoefte van de politiek om op elk incident te reageren zit bijna ingepakken in de huidige informatietechnologie, 24 uur media samenleving die we hebben. Toch trachten we een paar ankers te slaan om tot een meer periodieke
en constructieve houding te komen in de politiek ten opzichte van het vraagstuk van de financiële sector en zeker ten opzichte van het vraagstuk van de financiële sector in relatie tot die samenleving. Nou, laat ik een paar dingen zeggen over sociaal-economisch beleid. Als we het hebben over sociaal-economisch beleid, dan hebben we het opeens over heel veel facetten. Als u denkt dat dit een makkelijk advies is, we hebben gewoon even twee punten die we willen maken. U zet beleid in op A en B en dat is wat de WER adviseert. En als u dat eindelijk doet, komt het goed met Nederland. Dit is niet een advies dat een dergelijke one-liner kan hebben. Er is absolute nuancering nodig. Sociaal-economisch beleid is breed. En wat dit rapport laat zien, is dat het sociaal-economisch beleid in de volle breedte heeft bijgedragen aan de ontsporingen en de afhankelijkheid van diezelfde financiële sector. Ik ga u een aantal voorbeelden noemen, maar ik nodig u uit om het rapport te lezen uiteraard. Ik denk dat het een heel leesbaar rapport is geworden, dus dit rapport zou u moeten lezen. Ik geef een aantal voorbeelden. Laat ik met een voorbeeld beginnen wat u al aan het hart gaat. Het pensioenstelsel. Het staat niet letterlijk in het rapport. Maar als we naar het Nederlands pensioenstelsel kijken, dan kunt u zich de vraag stellen. Hoe kan een rijk land zich arm rekenen? Als dat ergens geldt, is dat met ons pensioenstelsel. We hebben een onvoorstelbaar vermogen opgebouwd. We hebben een pensioenstelsel wat in alle internationale vergelijkingen eruit komt als één van de beste, het beste of het ene van de beste in de wereld. En toch is het een bron van absolute onrust. Nou, wat de WER constateert, is dat het huidige stelsel, en we zijn daar niet nieuw in, maar de constatering dat het huidige stelsel onhoudbaar is en dat het huidige stelsel aanpassing behoeft, is een van de kernonderwerpen in het rapport. En de invalshoek die de WER kiest hiervoor is dat een pensioenstelsel, wat op door de wijze waarop het is georganiseerd. Wij adviseren niet om nu zomaar voor de ingewijden de rekenrente in navolging van Henk Krol te verhogen, om zodoende de ouderen te helpen, of de rekenrente te verlagen om de jongeren te helpen, of welke berekening u ook wil maken. Het stelsel aan zich behoeft aanpassing. De rekenrente is een element van het stelsel wat niet langer houdbaar is. Wat is de invalshoek van de WER? De invalshoek van de WER is dat het pensioenvermogen, wat van belang is, het pensioenstelsel, wat van belang is voor Nederland over 20, 30, 35 jaar. Dat is wat de gemiddelde horizon van het pensioenstelsel is. We hebben het over 20, 30, 35 jaar naar de toekomst. Wat is de kracht van ons pensioenstelsel? De kracht van ons pensioenstelsel is als het bijdraagt aan het groeivermogen van Nederland, als het bijdraagt aan de verdiencapaciteit van Nederland, want het pensioen van over 25 jaar is afhankelijk van de verdiencapaciteit van Nederland over 25 jaar. Hoe is het dan mogelijk dat wij het stelsel inrichten op een manier waarop het dagelijks liquideerbaar moet zijn? Op dagelijkse basis zijn we aan het ruzie of het geld van de 25-jarige is of de 95-jarige is. We moeten dagelijks de waarde gaan bepalen. En dagelijkse waardebepaling betekent automatisch dat er een geweldige korte termijn horizon in het pensioenstelsel zit. Cruciaal dat wij het pensioenstelsel hervormen op een manier dat het bijdraagt aan het verdienvermogen van Nederland. En dat is uiteindelijk 100% in het belang van de deelnemers in het pensioenfonds. Een tweede, voor de hand liggend, het fiscaal beleid, de fiscale agenda is natuurlijk niet klaar. Als we iets weten van elke financiële crisis in het verleden, als we iets weten van de maatschappij die zich soms met een molensteen rond de nek beweegt, is het door te veel schulden. Hoe is het dan mogelijk dat in het fiscaal systeem het maken van schulden bevoordeeld wordt ten opzichte van eigen vermogen, ten opzichte van risicodragend vermogen? Niet alleen bij banken, niet alleen bij bedrijven, maar bij consumenten. Denk aan hypotheekrenteaftrek. Dus hoe krijg je een belangrijke rol voor risicodragend vermogen in de maatschappij? 1. Ja, die pensioenfondsen anders organiseren. 2. Zorgen voor een gelijke fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen. In ieder geval geen achterstelling. Geen achterstelling van het eigen vermogen. Dus er is een belangrijke fiscale agenda die gevolgd moet worden. Een derde aandachtspunt is sociaal-economisch beleid. We leven in een periode waar we spreken over participatiesamenleving. Ik verwijs even naar de troonrede van 2013. Participatiesamenleving. Het individu. Het individu zal meer voor zichzelf moeten opkomen. Niet alleen dat. We leven in de periode van verzelfstandiging, decentralisatie.
Wij willen de professionaliteit in het semi-overheidsveld willen we bevorderen. Dus wij delegeren voor zelfstandige bevoegdheden naar individuen en naar semi-publieke organen. Dat kan buitengewoon verstandig beleid zijn. Er zijn allerlei redenen, en die ook buitengewoon goed passen bij dit tijdsbeeld, waarom we dat willen. De vraag is wel of wij de juiste randvoorwaarden stellen. En om even heel simpel te zijn. Het is een gevaarlijk voorbeeld. Maar het is heel makkelijk om, als ik een voorbeeld noem, ROC Leiden, op de kop te slaan, omdat ze onverantwoorde risico's hebben genomen met betrekking tot 2 bouwopgaves in Leiden. Maar wat verwacht u van universiteiten, hogescholen? Hun missie is onderwijs, onderzoek, maatschappelijke relevantie. Dat is hun missie. Wat is hun college van bestuur of raad van bestuur? Mensen die gespecialiseerd zijn in deze onderwerpen. Natuurlijk moeten ze hun eigen broek kunnen ophouden. Natuurlijk moeten ze hun eigen begroting kunnen rondkrijgen. Hun eigen meerjarenbegroting moeten rondkrijgen. Daar zijn slagen te maken. Maar verwachten we werkelijk dat deze instellingen in staat zijn grote investeringsopgaves die 1 keer in de 15 jaar zich voordoen om die expertise in huis te hebben? Willen we onroerend goed expertise hebben in een college van bestuur van de universiteit? Ik zou erop tegen zijn, want dan wordt dat snel de missie van de organisatie. De randvoorwaarden ontbreken. Dus hoe krijgen we de juiste randvoorwaarden dat in dit geval, mijn voorbeeld, hogescholen, universiteiten, op een verantwoorde wijze invulling kunnen geven aan hun professionele verantwoordelijkheid. Dus het hele veld van verzelfstandiging, in het veld van eigen verantwoordelijkheid, countervailing power, bij individuen. Ik hoef u mijn flauwe voorbeeld, wat morgen in de krant staat als ik vanavond er onder de tram kom, over mijn Woekerpolis rapport van, wanneer was het, 21 jaar geleden, niet te noemen. Countervailing power bij individuen is cruciaal om invulling te geven aan hun eigen verantwoordelijkheid. Hoe regelen we dat? Moeten we veel beter gaan doen. Laat ik afsluiten met niet met opmerkingen over de financiële sector. Ik heb je al een spirit van mijn opmerking gegeven. Niet afsluiten met opmerkingen richting politiek. Ik heb de spirit al gegeven van mijn opmerkingen. We moeten een veel meer periodieke, constructieve aandacht krijgen in het politieke apparaat voor de financiële sector en voor de interactie tussen financiële sector en sociaal-economisch beleid. Want alle aspecten die ik noemde, van pensioen, fiscaal, ik heb de huizenproblematiek niet genoemd. De afstemming tussen huizenproblematiek en pensioenproblematiek. Wij bouwen schulden op, wij bouwen vermogens op. Hoge mate, we matchen buitengewoon slecht in schulden en vermogens. Sociaal-economisch beleid. Dat is ten ene male onder de nationale beleidsautonomie. Dus als er iemand in Nederland zegt, daar gaan we niet meer over. Sociaal-economisch beleid gaan we over. In het geval van de financiële sector is er meer internationaal geregeld. Maar gegeven de grote onzekerheden die we hebben met betrekking tot de financiële sector naar de toekomst toe, laten we als Nederland de vinger bij de pols houden. Laten we niet naïef zijn en extrapoleren in de rechte lijn naar een wereldwijd financieel systeem met een wereldwijde toezichthouder. Ik zal u zeggen, het gaat niet in de rechte lijn de toekomst. We zullen zelf controle moeten houden over onze eigen financiële sector. Om af te sluiten. Er is allerlei redenen om geweldig positief te zijn over dit geweldige land. Nederland is een uitermate sterk land. We hebben een klap gehad in de crisis. We zijn een huizencrisis te boven gekomen. Een pensioenvertrouwenscrisis te boven gekomen. We hebben onze financiële sector laten instorten. Zijn we ook te boven gekomen. En dat is omdat Nederland intrinsiek een uitermate sterk land is. Onze kredietwaardigheid heeft nooit ter discussie gestaan. En dat heeft te maken met de kwaliteit van Nederland. Nou, de vraag is dus, hoe kunnen we het land nog sterker maken? Dat zullen we gezamenlijk moeten doen. En die gezamenlijkheid die betekent ook dat de financiële sector niet onze vijand is, maar de financiële sector is onder ons. Ik dank u. Dan nodig ik de minister uit het rapport uit handen van Arnoud in ontvangst te nemen. En een goede plek moeten we dan even hebben voor het fotomoment. We moeten even het rapport vinden, anders valt er weinig te overhandigen. Nee, we gaan even. Ja? Het wordt heel spontaan. Ja. Dankjewel. Ik hoop dat het voorziet in de behoefte die het ons is die zijn. Woord is aan de minister. Dankjewel.
En veel dank aan de WRR. Laat ik daar alvast mee beginnen voor het werk. En Arnoud Boot in het bijzonder voor het vele werk wat hij erin heeft gestoken en zijn introductie van het onderwerp. Het is een interessant rapport omdat het eigenlijk na 8 jaar discussie over de financiële sector, waar staan we, wat moeten we allemaal regelen, hoe krijgen we het monster getemd, eigenlijk een hele andere invalshoek kiest die veel breder en maatschappelijker is. En niet alleen naar de rol van de financiële sector kijkt, maar ook naar de actoren aan zeg maar, de vraagkant. Individuele burgers, publieke instellingen die behoefte hebben aan financiering, de rol van de overheid. En ook in brede zin de rol van de overheid. En dat vind ik misschien wel de belangrijkste meerwaarde van het rapport, dat het debat eens even verbreedt. En dat is misschien ook wel goed, omdat we heel veel aandacht hebben besteed aan de financiële sector en de verantwoordelijkheid van de financiële sector in de crisis. Maar een aantal van de kwetsbaarheden zijn ook veroorzaakt door alle andere spelers daaromheen. En dat komt goed uit dit rapport, denk ik, naar voren. Het beschrijft de grote afhankelijkheid die is ontstaan tussen de samenleving en de financiële sector. Arnoud zei in zijn inleiding, noemde hij de titel van het rapport, maar hij voegde er een woordje aan toe en dat vond ik interessant. De titel is namelijk Samenleving en financiële sector in evenwicht, maar Arnoud zei Samenleving en financiële sector in beter evenwicht. En dat was vast niet onbedoeld dat hij dat zei, want je kunt een evenwicht hebben op een heel hoog en riskant niveau. Het kan nog steeds een evenwicht zijn. Maar er kan wel sprake van zijn van overleveraged, dus een hoge mate, lange balansen, is op kans op zichzelf ook een evenwichtige situatie zijn, maar buitengewoon riskant. Dus het interessante is hoe we dat betere evenwicht bereiken en hoe we van, laten we eens even van uitgaan dat we nu een redelijk evenwichtige situatie hebben, maar op een nog te hoog en risicovol niveau, met te grote afhankelijkheden. Hoe kom je van dat evenwicht naar dat betere evenwicht? Dat is natuurlijk een interessante transitievraag. Die blootstelling van de samenleving, of die afhankelijkheid, zit op heel veel punten. Het heeft natuurlijk ook gewoon te maken met maatschappelijke ontwikkelingen. Ten dele ook beleid. Als je de hypotheekrente aftrekt zeer aantrekkelijk maakt, dan draag je bij aan een grote verlenging van balansen en een versterking van de afhankelijkheid en het verder expansie ook van de financiële sector, wat we natuurlijk gewoon in Nederland hebben gezien. Als je besluit om publieke of semi-publieke organisaties op meer afstand te zetten en grote eigen financiële verantwoordelijkheid te geven. Zorginstellingen moeten tegenwoordig integraal zichzelf financieren. De overheidsrol daartussen is steeds kleiner geworden. Dat betekent ook dat die instellingen in de samenleving steeds meer ook niet alleen hun eigen financiering moeten regelen, maar ook de eigen risico's kunnen managen. En reserves moeten opbouwen. Dus ook hier zie je weer dat die relatie tussen de financiële sector en de samenleving breder wordt, ingewikkelder wordt. En ook dat laat het rapport heel goed zien. Ik wil eigenlijk toe naar een aantal aanbevelingen waar ik op zou willen reageren. En ik loop er een aantal langs. Het eerste is wat ik net al zei, het rapport kijkt niet alleen naar de rol van de sector zelf, wat de sector moet doen of wat de overheid moet doen ten aanzien van de sector. Maar het gaat ook in op de andere kant. Bijvoorbeeld het versterken van de onderhandelingspositie van klanten. Dat is de interessante. Wij zeggen tegen de banken, u zult uw zorgplicht serieus moeten nemen, want u heeft een sterkere positie en een betere informatiepositie en meer kennis. Maar we kunnen ook nadenken over hoe kunnen we nou die andere kant, de klant, in een sterkere positie zetten. Een van de dingen die dan wordt genoemd, die ook al eerder is genoemd in debatten, zijn standaardproducten. Dat maakt ze simpeler en eenvoudiger. Dat maakt het ook voor de klant minder kwetsbaar. Geeft hen ook een eenvoudige route door het oerwoud van producten en keuzes. We kijken daar vanuit financiën nu naar. We zoeken ook naar manieren om daar mee te experimenteren. Er zit ook een dilemma onder. Hoe verhoudt een standaardproduct zich nu met het feit dat we tegen banken zeggen, u heeft een zorgplicht, dus zorg dat u maatwerk levert aan de individuele klant. En dat u heel goed kijkt wat die individuele klant nodig heeft. Er zit natuurlijk een spanning tussen standaardproducten en individueel maatwerk. Maar het is wel een invalshoek die we verder moeten verkennen met elkaar. Tweede, versterk de weerbaarheid van semi-publieke instellingen. Waar we het net al over hadden. Instellingen die steeds meer verantwoordelijkheid krijgen, dus ook risico's moeten
dragen en beheersen? En hoe kunnen we hen deels beschermen? Bijvoorbeeld denk aan de beperkingen die wij hebben opgelegd aan woningbouwcoöperaties, waar het gaat om het gebruik van derivaten. Maar deels ook professionaliseren. Deze partijen kunnen ook veel meer samenwerken, ook in het ontwikkelen van expertise en het leren van elkaar. Bijvoorbeeld bij de grote bouwprojecten waar Arnoud in zijn inleiding al aan refereerde. Dus hoe kunnen zij sterker die rol vervullen? En wat is daarvoor nodig? Het gaat ook over de financiële sector zelf natuurlijk. En je kunt heel veel regelen, maar we hebben die discussies vaak met elkaar. Hoe raak je nou aan de attitude in de sector? Of de cultuur, het is maar hoe je het wil zien. In hoeverre kun je nou met wet en regelgeving cultuur beïnvloeden? Dat is natuurlijk een ingewikkelde vraag. Mijn opvatting hierover is dat als de sector zelf het vertrouwen wil terugwinnen, dat het heel erg in die attitude zal zitten. En niet alleen maar SEC compliance, voldoen ik aan de regels. Die attitude is of de sector voor zichzelf, individuele instellingen voor zichzelf, een visie ontwikkelen hoe ze dat vertrouwen terug kunnen krijgen. En dat heeft te maken met welke standaarden voor zichzelf aanleggen in hun omgang met klanten, in de betrouwbaarheid en stabiliteit die zij voor zichzelf willen. Dus ik zou mijn liefding waard zijn als naast de kapitaalseisen van de overheid banken zelf een stapje verder zetten en zorgen dat ze nog beter gefinancierd zijn. Dat heeft ook te maken met het punt wat Arnoud ook in zijn inleiding noemde, positie van eigen vermogen. Een voorbeeld waar het beleid natuurlijk de andere kant op werkt. De aftrekbaarheid van de kosten van vreemd vermogen en niet van eigen vermogen. Een belangrijk punt waar we in een hopelijk aanstaande belastingherziening alsnog aan toekomen. Het zat in de voorstellen die wij eerder hebben gepresenteerd. Om dat verschil in behandeling tussen vreemd en eigen vermogen meer gelijk te trekken. Maar dat is een van de dingen waar dit kabinet niet voldoende steun voor heeft weten te krijgen. Maar het staat nog hoog op mijn lijstje. Het stimuleren van diversiteit spreekt me ook zeer aan. Wij zijn bezig met de sector en met de toezichthouders om te kijken wat is er nou nodig om het landschap diverser, breder en diverser te krijgen. Ook dat draagt bij overigens aan stabiliteit, maar ook natuurlijk aan meer keuzevrijheid. En concurrentie kan ook gewoon tot een goedkoper en beter product leiden. Dat gaat dan soms over eisen aan vergunningtrajecten, vergunningproces, wat gedifferentieerd zou kunnen worden, wat eenvoudiger, korter zou kunnen. Type vergunningen wordt nagekeken en proportionele behandeling van kleine en nieuwe spelers. Daar zijn AFM en DNB hebben daar voorstellen voor geconsulteerd. Er is ook veel op gereageerd vanuit de sector. Het is een thema wat heel erg breed leeft. En ik denk dat uit die consultatieronde ook nog nieuwe en goede ideeën zijn gekomen. En voor het einde van het jaar gaan AFM en DNB op dit punt nadere voorstellen naar buiten brengen. Structurele betrokkenheid van de politiek. Dat is nog wel een uitdagende, want eigenlijk zeg je ja, er zit te veel beweging. Het is te dynamisch, het beleid. Er zou wat meer stabiliteit komen. Ik zou het graag beloven, maar ik weet niet of het kan waarmaken. Het is ook niet zo dat ik geloof dat de golven vrij lang zijn in de politiek. We hebben een vrij lange periode gehad die zich meer kenmerkte door op afstand zetten en deregulering. We hebben nu zeker 8 jaar gehad van ingrijpen en regulering. Sommigen vermoeden dat we nu weer 8 jaar gaan dereguleren. Ik ben daar niet zo voor. Fine-tunen prima. Nog eens achteruit kijken, is alle regelgeving nou zinvol? Zijn we op sommige punten te ver of zitten we net niet goed? Dus dat lijkt me eerder dat we in die fase moeten komen. En dat we op Europees terrein op nog een aantal punten echt nog de lege vlakken moeten invullen. Een van de belangrijke punten zijn de kapitaalseisen die nu in Basel IV en op andere onderdelen nog in discussie zijn. Dus eerder het afmaken en verder verbeteren van wet en regelgeving. En ik hoop niet dat we nu weer de 7 magere jaren van deregulering ingaan. Dat lijkt me niet de goede weg. Tot slot, veel dank voor het rapport. Ik vind echt dat er door de verbreding naar de samenleving en veel beter na te
te denken over hoe die relatie tussen de financiële sector en de samenleving in al zijn dimensies zit. Wat we daar als overheid aan kunnen doen, als financiële sector verder aan kunnen doen. Er zitten ook echt waardevolle adviezen in voor een volgende kabinetsperiode. Ik noem maar een onderwerp als de LTV-ratio voor de fijnproevers. Dit gaat over de mate waarin we bankenhypotheken mogen verstrekken. Als ik kijk naar de ontwikkelingen van de woningmarkt, denk ik dat we ook daar de komende jaren nog eens kritisch naar moeten kijken. Of het niveau waar we nu op uitkomen wel het goede niveau is. Zo zitten er ook echt interessante en concrete aanknopingspunten voor beleid in. Dus ik ben u zeer dankbaar. Wij zullen natuurlijk officieel reageren. Dit was slechts uit de losse pols, dat begrijpt u. En de officiële kabinetsreactie publiceren wij dan zo snel mogelijk. Dank u wel. Dank de minister voor de wijze waarop hij nu al direct is ingegaan op het bredere, ook langere termijn gerichte perspectief dat Arnoud en de WR hebben neergelegd. En we zien natuurlijk die uitgebreide reactie met veel belangstelling tegemoet. Evenals we natuurlijk ook de reacties vanuit de samenleving tegemoet zien, want dat is nou juist waar het rapport de dynamiek naartoe wil verplaatsen. Naar die, zoals u ook eindigde, die verhouding tussen de financiële sector en de samenleving in bredere zin, waar de financiële sector ook onderdeel van is. En daarvoor wil ik graag nu al uitnodigen een aantal spelers uit de samenleving die een eerste reflectie zullen geven. In de eerste plaats Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW. Misschien kun je hier plaatsnemen, Hans, ergens achter de tafel. Er zijn vier punten. Ja. Maurice Lemme, voorzitter CNV. Marianne de Visser, bestuurder en toezichthouder in de zorg, tevens lid van de WER. En Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Heel fijn dat jullie beschikbaar waren om hier aanwezig te zijn en een eerste reactie te geven. Hans, mag ik jou als eerste vragen om jouw reactie te geven op advies en de aanbeveling? Dankjewel, dankjewel André. In de eerste plaats willen de ondernemersorganisaties, de WRR, complimenteren met het feit dat ze het blikveld op de financiële sector hebben verbreed. Niet meer de sector aan zich, maar in zijn interactie met de samenleving. Ik denk dat dat goed is. Zelf heb je al het compliment aan jezelf gegeven dat het zo'n goed geschreven stuk is. Wie ben ik dan? En ik wilde nog twee punten onderstrepen waar ik het ook mee eens was. En daarna komt er een lijstje van punten, dames en heren, waarom wij vinden dat er een deel 2 moet komen. Dus er is werk aan de winkel, vriend. Kijk, de WRR concludeert terecht dat de financiële sector, dat er veel is gebeurd. De minister zei dat ook de laatste jaren. En dat heeft geleid tot heel veel detailregulering. En dat ons uiteindelijk niet verder helpt. Dus daar zijn wij het zeer mee eens. Dat geeft schijnzekerheid en het is welvaartswinst voor ons allen als de sector meer ruimte krijgt om ook vanuit een eigen verantwoordelijkheid in te spelen op wat er aan vragen in de samenleving leeft. Dat is punt 1. Punt 2, het hele vind ik ook belangrijk dat jullie dat hebben gedaan. Dat je overtuigend laat zien dat het Nederlandse collectiveringsbeleid, met name als het gaat om de pensioenen en de gedwongen besparingen... Een rechtstreekse invloed hebben gehad op de manier waarop de Nederlander zich financiert en ook op het langer worden van de bankbalansen. En het is interessant om te zien dat je een aanzet doet om vanuit een geïndividualiseerde pensioenoptiek jongeren de mogelijkheid te geven om op jonge leeftijd een beetje van die pensioenpremie aan te wenden voor het aflossen van je hypotheek. Dus meer eigen vermogen te stoppen in de woning. Dat is interessant om te zien. Maar wij weten allebei dat je dan in een terrein komt van pensioenen dat ontzettend veel voetangels en klemmen heeft. Maar het is interessant om het opgemerkt te zien. Dus hulde daarvoor. Nu even wat breder. Nog breder. Het staat in de titel op zoek naar balans tussen de financiële sector en de samenleving. En ergens in het stuk staat ook een aantal keren genoemd op zoek naar een productieve
interactie tussen de sector en de samenleving. Daar zijn wij ook naar op zoek als ondernemersorganisaties. Wij denken dat zo belangrijk is voor het type samenleving en het tijdsgewricht waarin wij op dit moment leven. Want het gaat Nederland bijvoorbeeld goed, economisch goed, maar onrust en onzekerheid is ook groot. En je ziet dat in allerlei andere westerse landen ook. En wij hebben als ondernemersorganisaties gezegd van nou ja, dat willen we heel goed oppakken. En daar hebben we het zogenoemde Next Level programma voor opgezet. Groei en inclusiviteit. Groei en inclusiviteit, allebei. Groei is nodig om inclusiviteit te bevorderen. Maar inclusiviteit is nodig om die groei gaande te houden. Ons groeiverhaal hebben we neergezet en we hebben afgesproken met de vakbeweging. Dat traject zijn we inmiddels ingegaan. Om die inclusiviteit gezamenlijk vorm te geven. Twee kanten van één medaille wat ons betreft. Afgelopen weekend had Obama op uitnodiging van de redactie van The Economist daar ook nog een mooi verhaal over. Eigenlijk dezelfde lijn. Je komt dat steeds tegen in alle, met name Angelsaksische literatuur over waar staan we economisch op dit moment en wat moet er gebeuren. En dat is de meetlat waar langs wij eigenlijk alle beleidsvoorstellen leggen. En als ik dat nou doe met jullie rapport, dan zeggen we, wie is dat? Oké, Obama. Dan zeg ik van nou, er is in dit verhaal te weinig aandacht voor het stuwende belang, de stuwende kracht van de financiële sector. Ik rek hem even op, van banken naar de financiële sector in het begin. Minder dan 10 jaar geleden gaf de toenmalige minister van Financiën, Wouter Bos, gaf zeg maar de aanzet voor het project Holland Financial Center. Ja, even rustig, hè. En de ambitie was toen om de Randstad tot de top 2 van financiële centra van Europa te maken. Dat stond in een 400-jarige traditie, dames en heren, van Amsterdam met name, als stad waar financiële dienstverleners stuwend waren voor de welvaart. En innovatief. Maar ja, niet lang nadat Wouter Bos dat project had gestart, kwam er een euro- en bankencrisis. En daarna zijn we met z'n allen terecht een beetje bang geworden voor die financiële sector. En ook blind voor de krachten die in die sector zitten om welvaart te verhogen. Waar zouden onze nationale trotsen als Heineken, Shell, Philips en tal van MKB-bedrijven zijn zonder een goede financiële sector die hen ondersteunt op hun tochten en expansies in het buitenland? Wij denken dat dat element een uitwerking verdient in deel 2 van het WRR-rapport. Die stuwende kracht. Daar heb ik in de Financiële Poort, 25 februari 2015, een verhaal over gehouden. En ook dat onderscheid tussen de stuwende en de faciliterende rol, de verzorgende rol, heb ik uitgewerkt. En wij missen dus die eigenstandige en ondernemende rol die je ook op dit moment van de financiële sector kan verwachten. Wij zijn bijvoorbeeld goed. Nederlandse banken zijn goed in private banking. Onze verzekeraars zijn outstanding in de wereld. Handelsfinanciering zijn we sterk in. Fintech wordt haast niet genoemd in het hele verhaal. Dus wij vinden dat je daar beter naar zou moeten kijken. Puntje 3. De WRR spreekt zich eigenlijk onomvloerst uit voor hogere buffers voor banken dan de huidige ongewogen 4% leverage ratio. In dat verband zou een analyse van de impact van de nu in onderhandeling zijnde Basel IV plannen zou zeer op haar plaats zijn geweest in dit rapport. De WRR heeft ervoor gekozen om dat niet aan te stippen. Ik zeg het heel onomwonden ook, wij als ondernemers zijn als de dood dat Basel IV haar doel mist en een enorme aanslag doet op de kredietverlening voor de woningmarkt en voor het MKB en de financiering van tal van innovatieve projecten die volgens ons onder druk gaan komen. En dan zou de magere, de broze economische groei die we op dit moment hebben, want we zijn blij met onze ongeveer 2% groei, maar die is broos, die zou dan heel snel kunnen omkeren en dan zit je weer in een krimp. En nogmaals, dan doe je heel veel aan risicobeheersing, maar dan doe je het slecht voor de samenleving, want we hebben groei en inclusiviteit nodig. Dan nog even over die lange balansen van huishoudens. Ik zei kun er al iets zo over. Afronden, Hans? Nee.
Dat lukt je vast wel. En nou, voetangels en klemmen voor het pensioengebied. Je stipt het nu aan, maar daar moet je verder naar kijken. Deel 2. Dan kijken over de grens. Kijk uit voor Nederlandse koppen op Europees beleid. Ik blijf het herhalen, maar we trappen heel vaak in de val dat we denken dat we nationaal zoveel beleidsruimte hebben. Dat zeg je ook in het rapport. Dat is huiveringwekkend voor ons. Dat die beleidsruimte, dat die zo wordt aangestipt en dat we meer doen dan wat we in Europa doen. Op dit moment is er een mogelijkheid om die stuwende rol van de financiële sector, om die een extra push te geven, doordat bedrijven uit Londen op dit moment kijken van ja, wat moet ik, hè, na dat Brexit-besluit, moet ik naar Europa komen en zo ja, waar dan naartoe? In dat verband zeggen wij van kijk nou uit met alle koppen die Nederland vanuit een risicobeheersingsinvalshoek op het Europese beleid zou willen zetten. Want dat is dood in de pot op het moment dat je kijkt naar de mogelijkheden om bedrijven die nu in Engeland gevestigd zijn, in Londen, om die naar de Randstad te halen. En dat is toch wat we willen, dames en heren. Want het zijn goed betaalde banen en dat geeft heel veel welvaart als ons dat lukt. We moeten groeien. Dan moeten we echt alles op alles zetten. In het CERT-traject gaan we met de collega's van de vakbeweging kijken hoe we die inclusiviteit goed invulling kunnen geven. En we moeten investeren in grote transities. Daar is voor een deel de overheid voor nodig, maar voor een heel groot deel ook privaat. Dat moet gefinancierd worden. En dan hebben we een bankwezen nodig dat daarop kan acteren. Op zoek naar evenwicht laten. En een productieve verhouding tussen de banken, de financiële sector en de samenleving, denken wij dat een deel 2 van het rapport zeer nodig is. Dank je wel. Ja, nou, dat is zeer bedankt. Heel helder. En ook een aantal punten die uiteraard voor het toekomstige werkprogramma van de WR wellicht worden meegewogen. Dank je. Maurice. Ja, als een mens naar Hans de Boer spreekt, dan kom je altijd in de verleiding om eigenlijk met name te gaan reageren op een heleboel van wat Hans gezegd heeft. Maar ik zal toch proberen, dat zou ik het rapport geen recht doen, om me niet te focussen op het rapport van WRR, maar misschien dat ik hier en daar toch ook iets kan reageren op Hans. Maar dank voor het rapport. Wij herkennen met name de analyse van de situatie, ook voor wat betreft de financiële sector. Misschien even heel kort over die analyse. Het heeft wat ons betreft veel overeenkomsten ook met het eerdere CER-advies uit 2010, hè, waarin we hebben gezegd Nederland in stabiele vaarwater. Wat was nou eigenlijk de conclusie daar? Dat is eigenlijk het idee van onze pieken zijn hoger en onze dalen die zijn dieper. Nou, en dat maakt de boel eigenlijk allemaal knap instabiel. En dat heeft dan te maken met de manier waarop wij in Nederland onze woningmarkt, financiële sector en inderdaad ook de pensioenen hebben geregeld. Nou, over die pensioenen, daar gaan we het ook nog met elkaar over hebben. Ook met Hans, dus laten we dat. Dat komt een andere keer. Ik wil eigenlijk met name even wat ingaan ook op wat de WRR uiteraard zegt, specifiek ook over die financiële sector. En ik denk dat het goed is ook wat jij zei aan het begin ook van je bijdrage, en daar heeft de minister ook het over gezegd, met name vanuit een wat breder maatschappelijk perspectief, en zo heeft de WRR er ook naar gekeken. En ik denk ook dat het belangrijk is om op die manier ook naar deze problematiek te kijken. Ik doe het dus vanuit vakbondsperspectief en dan is voor mij eigenlijk het kernwoord van de situatie waarin we zitten heeft een heleboel voor mij te maken met de normen. Normen op verschillende terreinen die eigenlijk in het licht van wat hier gebeurd is onder druk zijn komen te staan. Laat ik beginnen met het directe effect op de arbeidsmarkt van die economie die zo instabiel is geworden. Aangejaagd door die financiële sector. Wat maakt het gemiddelde vakbondslid of wat maakt de gemiddelde vakbondsonderhandelaar daar nou eigenlijk van mee? Nou, dat zal ik u zeggen. Je zit aan een CO-onderhandelingstafel en je partner, je onderhandelingspartner, zo zeggen we dat keurig binnen het CNV, met andere woorden de werkgever, die zegt je van ja, luister, de boel is zo verschrikkelijk aan het fluctueren, dus we hebben wel een hele hoge flexibele schil nodig. Kortom, veel mensen in de flex, daarom maken we gebruik van ZZP. Nou, in een heleboel gevallen, in het rapport staat het mooie woord kuddegedrag. Ik vind het ook in een heleboel gevallen, vind ik het wel kudde gedrag. In een heleboel gevallen denken wij van nou, het valt wel mee met die fluctuaties. Maar in sommige gevallen is het natuurlijk ook wel waar. En in sommige gevallen is het ook zo dat werkgevers op die manier inderdaad meer rekening moeten houden met die veranderende economische wereld. En daarmee is eigenlijk die norm die we hadden van een werkgever zorgt voor zijn mensen in goede en slechte tijden, een balans in de verhouding die is eigenlijk onder druk komen te staan.
En dat leidt tot ongelooflijk veel onrust. En vandaar dat er ook vanuit vakbondsperspectief een groot belang eraan is om het monster te temmen, zoals de minister dat noemde, maar om ervoor te zorgen dat we die sector ook weer in balans houden, omdat het daarmee ook kan bijdragen aan een evenwichtigere samenleving. De tweede norm, dat is ook eerder aangestipt, maar dat is ook iets wat wij in ledenvergaderingen terugkrijgen. Het is inderdaad heel eenvoudig de aloude deugd van wie spaart heeft wat, die verworden is tot wie spaart die krijgt een boete en wie leent die krijgt wat. Dat soort signalen, ook financiële signalen, die zetten eigenlijk aloude deugden onder druk, waardoor mensen het gevoel krijgen in wat voor wereld leef ik nou eigenlijk. Als ik degene ben die keurig spaart en ik word er eigenlijk een beetje om uitgelachen, dat geeft een heel onheimisch gevoel. Dat is eigenlijk de tweede norm. En de derde norm, en dan focus ik me eigenlijk even heel specifiek op de financiële sector. Hans had het erover, en dat hoor ik dan inderdaad wel vaker. Ik woon zelf in Amsterdam en dan hoor ik mensen verlekkerd praten over het idee dat al die bedrijven in Amsterdam zouden komen, hè, vanuit Londen in verband met de Brexit. Van goh, wat kunnen we er toch met z'n allen veel beter van worden. Maar als je buiten Amsterdam komt, hoor je ook hele andere geluiden. Hoor ik ook hele andere geluiden van CNV-leden. Mensen die zeggen van, wacht eens even, wat gebeurt daar eigenlijk? En hoe kan het nou dat er zoveel geld wordt verdiend, eigenlijk met niks? Want dat is het gevoel. Dat is nog altijd het gevoel. En dat gevoel is ongelooflijk sterk. En dat is het beeld wat mensen niet begrijpen. Hoe kan het nou zo zijn dat de ingenieur van vroeger, die als droom had om een brug te bouwen, tegenwoordig een overnameconstructie aan het optuigen is? Wat gebeurt daar eigenlijk? Nou, dat onheimische gevoel, daar moeten we van af. En dat is dus eigenlijk ook mijn waarschuwing aan de financiële sector en ook aan de politiek. Maar laat ik beginnen met de financiële sector. Door de instabiliteit van de financiële sector aangejaagde economie, sterk veranderende economie, die zogenaamde nieuwe normen, waarvan ik er net drie voorbeelden heb genoemd, mensen accepteren dat niet langer. Dus de ongelofelijke woede, de vijandigheid, zo werd het genoemd, dat zit inderdaad in onze maatschappij. Mensen willen een eerlijke en een stabiele maatschappij. En daarvoor hebben we, dat deel ik dus met de WRR, een dienstbare en een financiële sector nodig. Maar van de politiek hebben we ook wat nodig. En dat betekent het dus niet een reactie van onze premier als het gaat om die gekke topbeloning, dat hij zegt van, ik heb goed nieuws, er is nog een clausule in een of andere wet, en het valt eigenlijk wel mee. Doe vooral dat wat je in Londen deed, is dan het signaal, ga dat dan vooral doen in Amsterdam. Nou, dat is niet het soort van signalen wat we nodig hebben van de politiek. We hebben niet van de politiek nodig dat er wordt gezegd, bijvoorbeeld die gekke flexibilisering, het zijn allemaal natuurwetten. Nee, we hebben een stabiele, eerlijke samenleving nodig. Daar moeten we met z'n allen onze verantwoordelijkheid voor nemen. Kijken in de richting van de politiek. Kijken ook naar ons, Hans. Laten we er ook wat van maken. Maar wat dat betreft is het echt wel hoog tijd dat we aan de bak gaan. Dank u wel. Dank. Ik denk dat we blij mogen zijn met deze twee brede reacties van de kant van de sociale partners. Zeer gewaardeerd. Ik spring even naar Jaap. Vanuit jouw brede bestuurlijke perspectief, wat is jouw reactie op het rapport, analyse en aanbevelingen? Ik dacht, mijn lot is altijd dat ik de dagsluiting mag verzorgen. Dat is theoloog, maar... Nee, ik waan mij terug in 1997 toen ik het genoegen had om een mooie cursus te volgen op INSEAD. Ik was toen overgestapt naar een groot advies- en accountantsbureau. Het staat in mijn cv dat ik een korte overstap heb gemaakt. Ik heb 10 jaar in die business gewerkt, bij KPMG en later bij een ander bureau. En ik kreeg de eer om naar INSEAD te gaan. En dat was echt fantastisch. Ik zat daar in een internationaal arena en daar werd het evangelie van shareholders value werd daar voluit gepredikt. Dat was toen nog redelijk in opkomst en nieuw. En er werd toen gepreekt over die Asian Tiger. Die moesten we allemaal opvolgen, want dat was de toekomst. En ik weet nog dat halverwege ging ik een weekend naar huis en toen had Soros zijn kapitaal weggehaald uit de Filipijnen, geloof ik. Toen donderde die hele Asian Tiger die liep leeg. En toen vroeg ik eens aan die docent, en? Moeten we er nog steeds in geloven? En ik weet dat ik elke avond mijn vrouw belde en zei van, mijn wereld wordt met de dag groter. Ik kijk elke dag door een raam waarvan ik het bestaan niet eens kende. Je moet voorstellen, ik was dominee tot die tijd en ik zat in de financiële arena in Fontainebleau. En ik dacht, ik moet het snappen. En die wereld werd elke dag groter en ik was enthousiast. En na 3 weken werd ik er doodziek van, want ik kwam tot ontdekking dat die wereld steeds kleiner werd.
Want al die ramen keken maar in één windrichting. In één windrichting, dat is maximizing your profit, beat the competitor, profitable growth, watch your WACC, your weighted average cost of capital. Hoe maak ik geld met geld zonder er iets tegenover te zetten? En dat beeld is bij mij steeds bijgebleven. Ik denk van ja, op korte termijn zullen we daar veel rijker van worden, maar op langere termijn zullen we daar de prijs voor moeten betalen. Ik denk dat het de laatste jaren ook duidelijk is geworden. Dat die korte termijn focus zo enorm was dat we daardoor een heleboel andere aspecten vergeten zijn. Wat ik het mooie van dit rapport vind, dat de financiële sector wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de samenleving. Ik heb het toen ik in de bankraad mocht zitten, toen ik als voorganger van Maurice het CNV mocht leiden. Dat vond ik altijd fantastische gesprekken. Dat ging over solvency 3, ik heb al, en Basel 46. En ik weet nog wel dat ik toen op een gegeven moment vroeg, ik mag nu niet uit de school klappen, maar dit mag ik dan wel vertellen. Ik zei, wanneer gaan we nou bankiers weer leren wat bankieren is? Dat is namelijk helemaal geen sexy business. Dat was het wel geworden. Dat is gewoon doodsaai. Mijn grootvader was bankier. Dat was een hele betrouwbare, wat saaie, wat grijze muis. En die financiële sector is niks anders dan zeg maar, de caretaker van onze financiële bloedsomloop in de samenleving. Als daarmee gerotzooid wordt, dan heb je beta-blokkers en andere zaken nodig om nog een beetje het hart te laten kloppen. En daar is gewoon mee gerotzooid in die afgelopen jaren. En daar hebben we de prijs voor betaald met elkaar. Dus die financiële sector is gewoon, die draagt zorg voor de financiële bloedsomloop in onze economie. En wat Maurice terecht zegt, als daarmee gerotzooid wordt, dan zijn er gewoon mensen kind van de rekening. Dat hebben we gezien in de hele pensioendiscussie, waar ik ook middenin zat. Dat hyperventilerende gedrag van, oh god, als we morgen maar kunnen betalen wat we over 30 jaar moeten betalen. En dat ging maar door. Rust. Dan kom ik toch maar, dat is vaak mijn stokpaardje, maar daar gaat het heel vaak om. Wij zijn opgelopen tegen de grenzeloosheid van deze wereld. Grenzeloos gedrag. Ook op de financiële markt. Het kon niet op. Ik heb een mooie opdracht gedaan voor een van de grote banken, waar later nog een mooi boek over geschreven is. Ik heb dat met heel veel mensen gesproken toen, ik heb dat zien gebeuren. Ik ben ook bij een bedrijf weggegaan, wat zo in de greep was van groot, grote, grootst, waardoor zeg maar, de core business, dat was toen een accountantsbureau, waardoor de core business gewoon het goed opletten dat er geen rare dingen gebeuren, dat het uit het zicht verdwenen was. Grenzeloosheid, daar hebben we allemaal van geprofiteerd, maar uiteindelijk betalen we er de prijs voor. En het gaat er denk ik om dat monster, zoals het genoemd wordt, te temmen. De minister heeft al gezegd, we moeten niet alles verwachten van wet en regelgeving. Daar ben ik volstrekt met hem eens. Het gaat ook om de attitude. Dat komt dan kom ik terug bij die vraag. Wanneer leren we bankiers gewoon weer wat bankieren is? Namelijk dat het een hele hoge mate van morele bagage van je vraagt om in die wereld die vol van verleidingen staat de juiste dingen te doen. Mij geen lening geven die ik misschien niet moet aanvaarden omdat het niet verstandig is. Durf het tegen mij te zeggen in plaats van kom erop en als je het niet bij de ander krijgt, krijg je bij mij. Dus er wordt ook heel veel gevraagd van onze moraliteit. En tot slot, als er gezegd wordt, we moeten weer meer ruimte geven aan de financiële markt, van de financiële sector. Ruimte kan alleen maar gegeven worden als er een hoog verantwoordelijkheidsgevoel is. En als dat er niet is, dan verwordt die ruimte tot een jungle. En dat los je niet op door alleen maar meer wet en regelgeving, daar zijn we goed in, maar elkaar ook aan te spreken op welk gedrag vertonen wij. De paradox van deze tijd is, ik heb ook nog mijn consultancy-tijd geld verdiend aan advies op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ik heb wel eens aan een goeroe op dit gebied gevraagd, hoe komt het nou dat in een wereld waarin we struikelen over de codes, En de normen en waardeverhalen en de transparantie. We transpareren ons helemaal suf. Hoe komt het dan dat de rotzooi zeg maar, nog net zo groot is als vroeger? Dat heeft ook te maken met het feit, zijn we bereid om, en dan sluit ik aan bij de woorden van Jeroen Dijsselbloem, om die attitude te veranderen en elkaar daarop aan te spreken. Mooier kan ik het niet maken. Dank u wel. Dan Marianne de Visser. Ik wil graag een onderdeel uit het rapport belichten waar Arnoud Boot het in zijn inleiding ook al over heeft gehad en de minister in zijn reactie heeft genoemd. De verzelfstandiging van de samenleving. Een samenleving waarin volop decentralisatie plaatsvindt en waarin men wordt aangemoedigd tot participatie. Die samenleving mag rekenen op passende arrangementen.
De overheid heeft de afgelopen decennia bewust meer financiële verantwoordelijkheid bij de burger gelegd, waarbij men zich wel de vraag zou mogen stellen hoe weerbaar die burger is ten opzichte van financiële instellingen en hoe redzaam als die burgers moeilijke beslissingen moeten nemen, bijvoorbeeld de aankoop van een huis. Empowerment van de burger door het overbruggen van informatieachterstand, door educatie, maar ook aan de aanbodkant door transparantie en standaardisatie van producten zijn dan noodzakelijke stappen op weg naar het verkrijgen van of het vergroten van weerbaarheid. Dat de nodige uitdagingen met zich meebrengt, daar had de minister het net over. Ook bij semi-publieke instellingen heeft de overheid meer financiële verantwoordelijkheid belegd. Aanvankelijk betrof dat vooral de woningcorporaties en geleidelijk hebben ook de zorg- en onderwijsinstellingen grotere zelfstandigheid gekregen. Ingegeven door de wens tot grotere professionalisering van die instellingen en van de overheid om wat meer afstand te creëren. Daar kleven risico's aan, ook net door Arnoud benoemd, die zich vooral doen gelden op het gebied van financiering van vastgoed en andere grote investeringen, waarvoor ook heel vaak externe financiering nodig is. Bij enkele semi-publieke instellingen heeft dat tot grote financiële problemen geleid, wat dan weer noopt tot overheidsingrijpen. En het is ook heel begrijpelijk dat diezelfde overheid daarop beleidshervormingen heeft ingesteld. Maar in dit WRR-rapport bepleit de WRR dat ook het vergroten van weerbaarheid bij semi-publieke instellingen van cruciaal belang is. Bijvoorbeeld, Arnoud noemde het, door het organiseren van tegenmacht van countervailing power, bijvoorbeeld door een externe toetsing als zo'n instelling zich geplaatst ziet voor een grote investering. Waar de WRR wel voor wil waarschuwen is dat dit soort incidenten leidt tot een overregulatie. Want dat zou dan weer op zijn beurt kunnen leiden tot een toezichtparadox. En dat is een ongewenste situatie waarover de WRR zich al in 2013 in zijn advies toezien op publieke belangen heeft uitgelaten. Het sleutelwoord dus bij verzelfstandiging is grotere weerbaarheid bij de samenleving verkrijgen. Dank u wel. Dank Marianne. Jeroen, je moet zo weg. Wil je nog even kort reageren? Als je het woord geeft, dan lukt het niet kort. Oké, nou dan. Ik heb het gevraagd. Oké, okay. Dank voor wat je al eerder gezegd hebt. Ja? Arnoud, voordat ik de zaal vraag om een aantal vragen te stellen. Wellicht wil jij kort nog even reageren? Met de nadruk op kort. Nou, ik zal het even heel kort houden. Laten we duidelijk zijn, hè? Sociaal-economisch beleid, daar hebben we alle beleidsautonomie over in dit land. Sociaal-economisch beleid. We hebben het niet over toppen op beleid. Sociaal-economisch beleid, daar gaan wij over. Dus dat is even heel belangrijk dat we ons dat realiseren. En dat we ook goed realiseren dat sociaal-economisch beleid veel in werking heeft gezet, wat heeft geleid tot de destabilisatie die we gezien hebben. En dus ook eigenlijk aan de wortel ligt van de weinig productieve interactie tussen samenleving en financiële sector. Dus dat is belangrijk. En misschien nog één ander punt. Het blijft, kijk, discussies over de financiële sector zijn natuurlijk heel belangrijk. Dit rapport hebben we nadrukkelijk gezegd, we moeten die hele problematiek verbreden. Omdat juist veel van die oorzaken buiten die financiële sector liggen. En we daar ook nadrukkelijk over gaan. Het punt wat net aangehaald is door, ik weet niet of het door de minister was of door een van de panelleden. Die differentiatie in het financiële systeem, in de financiële sector, differentiatie. Dat is iets wat uitgebreid uitgewerkt wordt in het rapport. Een te eenvormige financiële sector, dat betekent eigenlijk dat iedereen tegelijk op de rem trapt. Dat betekent als ik verkouden ben, is mijn concurrent ook verkouden, want die heeft hetzelfde bedrijfsmodel. Dus meer differentiatie. En daar komen bijvoorbeeld aanbevelingen uit op het gebied van pensioenfondsen. Buiten, in een ander land zou je het er niet over gehad hebben, maar in dit land zijn pensioenfondsen dermate groot en dermate belangrijk voor het economisch groeivermogen van het land, dat we ze niet kunnen ontzien. Laatste opmerking, en dan heb ik het niet heel kort gehouden, maar iets korter.
Misschien ook even richting Hans, want vanochtend zaten we in de bankraad naast elkaar. Dus in zover kunnen we de hele dag met elkaar discussiëren. Wij willen juist dat die financiële sector uit de klem komt. Gegeven alle veranderingen die de financiële sector te wachten staat, fintech en weet wat allemaal. Als de financiële sector niet kan moderniseren, is voor de bestaande financiële spelers eigenlijk heel weinig ruimte. Dan wordt het een soort KLM Air France die het uiteindelijk af gaan leggen tegen de discount airlines. Daarvoor moet je kunnen ondernemen. Maar de maatschappij zal alleen maar toestaan dat je het woord ondernemen gebruikt in de financiële sector als er voldoende veiligheidskleppen zijn. En mijn vraag aan Hans eigenlijk is, ik begrijp het verhaal van ondernemers. Maar ondernemen doe je toch met eigen vermogen? Dat doe je toch niet met schulden? Dus dat is eigenlijk de paradox. Ik zou denken dat je helemaal voor eigen vermogen bent, kapitaal dus, want dan kun je ondernemen. En toch sta je met Basel IV en met aan de ene kant zeg je ondernemen, aan de andere kant heb je een aarzeling voor Basel IV. Ja. Een balans van een ondernemer bestaat uit eigen vermogen en vreemd vermogen. En vreemd vermogen is niet iets wat fout is of waar een reukje aan zit, helemaal niet. Vreemd vermogen hoort erbij, dat hebben we allemaal geleerd vroeger op school en op de universiteit en als ondernemer. En dat vreemd vermogen wordt in Nederland in een hoge mate verschaft door het bankwezen. Ik heb het over de financiering van de bank. Okay. En de maatschappij heeft, daar zullen we het waarschijnlijk over eens zijn, nee, dat maar de maatschappij ook meer eigen vermogen nodig heeft. Maar het ging even over de bankbalans. De bankbalans, ik denk dat jij ervoor bent dat banken meer speelruimte hebben, meer moeten kunnen ondernemen. Maar dan moet de bank toch wat meer risk-absorbing capacity hebben om te kunnen ondernemen, dat we niet elke keer over de schouder mee hoeven te kijken. Dat was eigenlijk mijn opmerking. Nee, daar ben ik het natuurlijk mee eens. En dat hoeft ook niet. Dat hoeft ook niet, maar ik heb even dat punt gemaakt rondom Basel IV. Ik heb onomwonden hier gesteld. Er voor groei, en groei, daar gaat het om. Groei en inclusiviteit. Dat zijn de twee maatstaven waaraan wij het succes van maatregelen en beleid meten. Belangrijk, jongens. Echt zo belangrijk. Als ik Basel IV aan zie komen en mijn leden zien Basel IV aankomen, en dat leidt tot een verhoging van buffers en een, zeg maar, daardoor een aanslag op de kredietverlening voor bijvoorbeeld de woningmarkt of het MKB, dan heeft dat een negatieve invloed op groei. Daar zijn wij als de dood voor. Ik zag vanochtend dat de minister in het Financieel Dagblad werd aangehaald. Jammer dat hij weg is. En dat gaf mij geen gerust gevoel. En één ding moeten we heel goed vasthouden hier met z'n allen. Balans is belangrijk, risicobeheersing is belangrijk, maar groei is ook belangrijk. En dat leg ik hier even neer als een uitdaging voor iedereen. Hoe wil je groei realiseren als je, zeg maar, het bankwezen inperkt op haar kredietverlening? Dat kan nooit goed zijn. Hans, we gaan even een vraag. Ja. Dank. Vragen uit de zaal. Korte vragen, korte antwoorden kunnen we nog het meeste doen. Noem even je naam en je achtergrond. Wacht even, Harald gaat vragen over de financiële sector. Is er iemand die even bij het sociaal-economisch beleid wil beginnen? Ja. Harold Benink, hoogleraar bankwezen Tilburg. Het is een hele interessante discussie. We hebben ook in november 2013 hebben we ook met de Tweede Kamer in de vaste Kamercommissie een hoorzitting gehad, waar de bankbestuurders waren, ook een aantal hoogleraren en toezichthouders waren verantwoord. Wat zijn in deze discussie over die verhoging van de kapitaalbuffers en bijvoorbeeld die beroemde leverage ratio van 3% en 4% dat Nederland verder gaat. Er zijn eigenlijk twee dingen die me opvallen in de discussie. Als je kijkt naar cijfers van de European Banking Authority, dus van alle 28 EU-landen, dan is gemiddeld genomen de leverage ratio in Europa rond de 5%. In landen als Frankrijk bijvoorbeeld ligt die ook rond de 5%. Dus Nederland en Duitsland liggen eigenlijk aan de bescheiden kant. Dat is één ding. Dus in dat opzicht zie ik niet hoe dan een verhoging naar het Europese gemiddelde draconische consequenties kan hebben. Te meer daar ook nog we in een ultralage renteomgeving, zeg maar, opereren. Dus stel dat je de kapitaalbuffers iets verhoogt, dat de financieringskosten van banken hoger worden, omdat je bijvoorbeeld de fiscale aftrekbaarheid natuurlijk inperkt, de too big to fail garantie vanuit de overheid wordt minder. In een omgeving met ultralage rentes lijkt me toch de impact
niet draconisch. Harold, we komen op die banken komen we allemaal terug. Maar, okay, maar we willen met Hans willen we naar economische groei toe. En vandaar dat de WRR dat sociaal-economische beleid ook centraal stelt. Daar hebben we alle invloed op. En er is zoveel meer economische groei te halen uit sociaal-economisch beleid. Vragen? Jaap, als je niet begint over kapitaalwijze. Nee, dat is gewoon. Oké. Ik wacht even de microfoon. Ik complimenteer Arnoud met het feit dat hij mij weet te regisseren. Dat is een, zegt iets over zijn communicatiekwaliteiten. Ik kom even terug. Dat is wat met name de dame in het panel opmerkt over de weerbaarheid van de financiële consument. En ik hoor weer de gebruikelijke riedel en ik vind dat een onbegrijpelijk verhaal. De gedachte dat je met standaard producten kunt voorkomen dat mensen ongelooflijk domme dingen gaan doen. Want de standaardhypotheek is net zo gevaarlijk als een maatwerkhypotheek. Waar ik mij tegen verzet is de gedachte als je mensen maar voldoende uitlegt, voldoende vertelt, informeert, educatie geeft, dan gaan ze misschien wel beter financieel beleid voeren met hun eigen huishouding. Ik denk dat een heel belangrijk aanknopingspunt ligt bij het feit dat je financiële dienstverleners moet verplichten door te kijken, door te rekenen of de consument de risico's die hij gaat nemen kan dragen, ja dan nee. En bespaar me het verhaal over eenvoudige producten. Ik heb 10 jaar geleden ook een woekpolis gekocht. Eenvoudig product, maar je wordt buitengewoon bekwaam leeggetrokken door de financiële instelling. Daar moeten we vanaf. Ja, we zijn het helemaal eens. Pagina 220 in het rapport. Versterk de onderhandelingspositie van burgers en bedrijven. 1. Stimuleer maatschappelijke waakhonden die proactief ordenend kunnen optreden. 2. Bevorder mogelijkheden voor consumenten tot krachtenbundeling. Kijk naar een consumentenbond die gemeenschappelijk energie inkoopt. En 3. Als daar staat bevorder standaardproducten, dan zul je het daar helemaal mee eens zijn als je realiseert dat door het feit dat een instelling standaardproducten aanbiedt, hij veel beter kan uitleggen hoe een ander product wat hij mag aanbieden afwijkt van de standaard en waarom dat afwijkende product zinvol is. Dus het werkt ordenend, het is geen verbod op het aanbieden van andere producten. Dus ik denk dat we het helemaal eens zijn. Ja? Precies, ik heb een microfoon. Ja. Mijn naam is Jan Maarten Vernig. Ik ben betrokken burger. Ik spring even aan op een paar termen. Weerbaarheid, ik vind het een hele mooie term. De Engelse variant is geloof ik countervailing power. Ja. Weer wat geleerd, dankjewel Arnoud. Attitude. De attitude van de financiële sector jegens de rest van de samenleving. Nou denk ik dat het dan vooral gaat over dat in die attitude tot uitdrukking moet komen, in woord en daad, respect voor het belang van de rest van de samenleving. En respect heb ik altijd geleerd, zowel verteld als zelf ondervonden, dat moet je afdwingen. En daar komt denk ik die weerbaarheid om de hoek. Dus ik denk dat die twee dingen met elkaar verbonden gaan worden. Ik denk, en dat zal ik jullie verder besparen natuurlijk, maar ook op basis van ervaringen uit mijn jeugd met jongere broertjes, die ik steeds een paar stappen voor was, toen, dat is waar allemaal, kon ik de regels van het spel, het maakte niet uit, daar deden we ook experimenten mee. Maar ze legden het altijd tegen mij af, want ze waren gewoon nog niet, we waren gewoon niet op hetzelfde niveau. En dus denk ik dat we het daar vooral van moeten hebben, van die weerbaarheid. De weerbaarheid in de rest van de samenleving. Dus daar ben ik benieuwd naar, hoe daar tegenaan gekeken wordt. Het is eigenlijk wel eens aardig om te horen, want als het panel ergens middenin staat, is het in deze discussie. Wat is jullie reactie? Het familiale voorbeeld is zeer bekend voor. Dus dat is misschien even als begin. Nou ja. Ik denk zelf dat, laat ik het gewoon heel laat ik betrekken op de praktijk. Wij hebben een CNV belastinginvullers bijeenkomsten. Wat wij zien is dat mensen steeds meer moeite hebben om uit te leggen aan anderen waar het nou precies over gaat. En wat dat betreft maakt overigens een standaardisering van producten zou het vanuit dat perspectief overigens wel wat makkelijker kunnen maken. En je zoekt natuurlijk naar een balans. Ik vond wat dat betreft wat in het rapport stond overigens wel interessant. Hè. Er wordt gesproken over hoe versterk je de positie van de individuele burger. Wij vinden het natuurlijk ook altijd erg interessant om te kijken van hoe zou je er nou voor kunnen zorgen dat mensen elkaar ook wat dat betreft wat meer zouden kunnen vinden in de categorie samensterk. Marian,
als arts, hè? Want laten we wel wezen, dat is jouw echte professie. Hè? Naast raadslid zijn in de WRR en buitengewoon goed commentaar in elke fase van tot stand komen van dit rapport. Dus je ziet hoe belangrijk het is om diversiteit te hebben. Hè? Alleen maar economen een rapport laten schrijven, ik kan u zeggen dat leidt niet tot goed beleid. Als arts zit jij midden in deze problematiek. Waarom vertrouwt die patiënt jou? Er is helemaal sprake van wederzijds respect. En gelukkig is het zo dat er tegenwoordig steeds meer sprake is van een partnership tussen de arts en de patiënt. Waarbij die weerbaarheid van die patiënt natuurlijk bevorderd wordt door af te stappen van het vakjargon, duidelijk te maken wat de mogelijkheden zijn van diagnostiek en behandeling, dat in eenvoudige bewoordingen uit te leggen en vervolgens gezamenlijk tot een beslissing te komen. Dus ook daar is de weerbaarheid van de patiënt die je probeert te versterken. Ja. Jaap, want ik zie een hele analogie met de financiële sector en wat je zegt, Marjan. Jaap. Ja. Het gaat aan de ene kant om weerbaarheid, om mensen in staat te stellen zelf de verantwoorde keuzes te maken, maar ik geloof ook dat het aan de andere kant gaat om zorg. Er zijn gewoon mensen die dat extra nodig hebben en die niet in staat zijn om zich op dezelfde manier te verweren als wij aan deze kant van de tafel dat misschien kunnen. En dat wordt wel eens vergeten. Dus ik ben ook niet zo van het individu alleen maar in zijn kracht zetten. Dat is ook een term die me helemaal niet aanstaat. Maar het gaat erom dat je ook nogmaals rekening mee houdt dat een aantal mensen gewoon zorg nodig hebben. Dat vind ik ook een primaire taak van de overheid. Een sterke beschaving heeft een omvangrijke overheid, omdat je namelijk veel dingen samen doet en voor elkaar regelt. En ervan bewust bent dat je ook de zorg voor elkaar nodig hebt. En niet iedereen kan dat geweldig op zichzelf. Ik denk dat het thema verwevenheid, financiële prikkels en zorg een heel mooi agendapunt is om ook nader uit te werken, mede gelanceerd door het rapport. Voor deel 2. Laatste vraag. Ja? En dan hopelijk een vraag aan Arnoud. Ik ben Jacob van der Goot en ik ben een oud-bankier. Ja. En ik ben ontzettend blij met dit rapport en het thema. En vooral ook de toevoeging van Arnoud. Die zegt het gaat om een beter evenwicht tussen samenleving en financiële sector. De bankencrisis, de grote crisis van 2008, is inmiddels 8 jaar geleden. Als we kijken naar de besturen van banken, dan zijn die bijna allemaal helemaal gewisseld. Door al die dingen heen zijn gewone bankiers, gewone mensen met hun gewone klanten bezig geweest de gewone dingen te doen. En ik denk dat daar heel veel vertrouwen en partnership en heel veel gedaan is aan de weerbaarheid van de klant en respect voor de klant. Dus ik wil wel even zeggen, ik denk dat daar ook wel eens aandacht voor mag zijn dat er zoveel mensen hun vak goed uitoefenen. Een paar jaar geleden had ik minister Dijsselbloem uitgenodigd in Rotterdam om te komen kijken naar mijn bank. En hij kwam bij de afdeling voor die complexe producten had verkocht en verkocht aan een midden- en kleinbedrijf. En daar vroeg hij, als u nou, ik begrijp dat u allemaal professionele en respectvolle mensen bent, en als u nou terugkijkt over de praktijk, heeft u dan niet wel eens het gevoel, ik heb iets verkocht aan iemand, aan een bedrijf, ik hou het heel kort, waar je achteraf van zegt, daar heb ik nou wel spijt van. En toen was er één vrouw die zei, luister eens even, wij zijn een klantenbedrijf, wij bestaan uit het hebben van goede relaties over een hele tijd, waar we vruchtbaar wederzijds zaken doen. Dan is het toch heel raar dat ik aan iemand een product verkoop waar die later tegen mij zegt, je hebt me verneukt. Zeker is dat gebeurd, maar door de bank genomen, denk ik dat we tekort doen in de discussie. Nee, niet in die zin. Letterlijk aan de goede dingen die er gebeuren. En ik vind, daarom draagt dit rapport mogelijkerwijs bij aan een meer level playing field, dat we samen vooruit kunnen. Dank u wel. Mag ik even... Jacob, u kijkt mij de hele tijd strak aan, dus ik heb het idee dat u tegen mij heeft. Ja, had ik ook. Ja, zie je wel. Ja. Nou, laat ik dan een misverstand wegwerken, want dat lijkt aan het ontstaan. Ik heb helemaal niet willen zeggen dat bankiers niet deugen. Ik heb willen zeggen dat er is een tijd geweest waarin we allemaal, zoals klant en als bank, aan die grenzeloosheid geleden hebben. Zo één ding. En ik heb er geen enkel behoefte, want ik ben zelfs nog bij een paar banken betrokken. Dus ik heb er respect voor de manier waarop die zaak ook opgepakt wordt. Ik zeg alleen, naar aanleiding van dit rapport, het gaat erom dat we ons met elkaar bewust zijn welke fundamentele rol die sector vervult. He, en ja. Tot slot, mij vielen wel de schellen van mijn ogen een paar jaar geleden toen ik uitgenodigd werd
om mee te denken over de strategie van een van de grote banken. En dat iemand er toen bestond om te zeggen, vanaf nu zetten we de klant centraal. Jaap, dat is een hele mooie opmerking om in ieder geval de inbreng van het panel, mee te beëindigen. Voordat ik het woord teruggeef aan André. Dit is natuurlijk precies het vijandbeeld waar we vanaf willen. De financiële sector geparkeerd als zijnde de vijand. Het heeft mij trouwens midden in de financiële crisis verbaasd hoe bereid bankiers waren om zich collectief als, tussen aanhalingstekens, als vijand te zien. En als oorzaak van de problemen te zien. Dus ik herinner me nog een lezing bij een bank in Groningen, midden van de crisis. Private bank van een van de grote banken, de private bank waar Hans het straks over had. Dus voor vermogensbeheer. En die directeur van die bank in Groningen, stad Groningen, die begon, de klanten waren allemaal uitgenodigd, ik was uitgenodigd om klanten toe te spreken. Die begon met excuses te maken naar alle klanten, omdat de bank zich niet optimaal had gedragen richting klanten. Het was de lokale directeur, de lokale klanten. Ik was verbijsterd. En ik ben daarmee mijn lezing mee begonnen. Dat ik mij niet kan voorstellen dat wij in al die kantoortjes in het land bezig zijn geweest met de klant voor de gek houden. Maar dat gezegd hebbende, om toch niet helemaal als een soort verdediger van de financiële crisis, lijkt wel bijna op dit moment van de financiële instellingen te eindigen. Het is natuurlijk verbijsterend hoe bankiers en mensen die in banken werkten onderdeel werden van targets om toch zoveel producten te verkopen aan die klanten. En daar hebben ze zichzelf achteraf ook over verbijsterd. Ik herinner me, lid van de raad van bestuur van de Rabobank, die zei, en dat was 2010, ik snap niet hoe we in de valkuil getrapt zijn van al die klanten vol te stoppen met aflossingsvrije hypotheken en die ook nog allemaal hartstikke hoog waren. Lid van de raad van bestuur, zo'n collectieve blindheid, letterlijk collectieve blindheid, geen kwaadwillendheid, collectieve blindheid. André. Dank, Arnoud. Ja, ik heb in het begin gezegd, we willen veel doen in weinig tijd. Te veel in te weinig tijd, zeg ik nu. Maar dat is ook mooi voor zo'n breed, lange termijn gericht rapport. Want er is nog heel veel te bespreken in diverse gremia. En we zijn ook heel benieuwd naar de reacties op onze aanbevelingen. Naast de eerste reactie die je vandaag gehoord hebt. En natuurlijk ook zijn we benieuwd naar wat het kabinet gaat doen. En wat, Jeroen Dijsselbloem ook zei, wat er in het komende regeerakkoord nog terecht gaat komen. Want er zitten een aantal zaken in die daar zeker aandacht zullen vragen. De spirit en de dynamiek van deze bespreking is wat dat betreft veelbelovend, ook de breedte die hier aan de orde is geweest. Ik dank u allen voor uw aandacht en aanwezigheid. Ik dank de panelleden, Maurice Limmen, Marianne de Visser, Jaap Smit, die de vergadering van de gedeputeerde staten heeft onderbroken voor deze bijeenkomst. We weten dat er heel veel zaken spelen, dus dat waarderen we. En dat geldt ook voor de agenda's van de andere drukke aanwezigen. En natuurlijk ook Hans de Boer, die natuurlijk bewust niet tegelijk met de minister is vertrokken. Dus daar had de minister ook geen zorgen dan over. Waardoor hij nog extra inbreng kon leveren, dat waarderen we alleen maar zeer. Ik dank ook naast Arnoud als projectvoorzitter de andere leden van de projectgroep, Annemart Idenburg, Bart Stellinga, Arthur van Riel en ook Casper de Vries voor zijn bijzondere bijdrage in het denken over en het construeren van het rapport. En ook de stagiairs die hebben meegewerkt. Hartelijk dank daarvoor. U bent allemaal welkom voor de nazit. U bent daar ook in de gelegenheid om het rapport in ontvangst te nemen. En uiteraard Arnoud, die is daar beschikbaar voor nadere vragen en interviews. Dank u allen.